We zijn de allereerste op school. Ook mijn juf is er niet. Oh, ook je juf nog niet. Ja, die komt zo. Nou, sinds ik Jola naar school heb gebracht en even heb gefietst buiten, voel ik me echt stukken beter. En toen ben ik weer aan het werk gegaan. Ik ben weer verder gegaan met mailtjes sturen en het is nu 10:00. En ik voel me eigenlijk helemaal niet meer alsof ik de hele nacht niet heb geslapen. Ik ben eigenlijk best wel zen. Ik denk dat ik wel nog wat momentjes ga tegenkomen, want de nacht ging eigenlijk ook een beetje zo. In het moment had ik nergens last van en zat ik gewoon lekker in mijn flow. En het andere moment dan echt wow. Dan zat ik echt zo en ik kon me helemaal niet focussen. Dus ja, nee, maar het gaat nu echt goed. Aantal panelen. Ik kan heel veel verschillende vormen kiezen. Het kozijn eromheen. There we go again. Are we still rise and shine over here? Ja, na 36 uur. 36 uur wakker. 36 uur wakker. Ik merk wel dat ik een ietsje heel kort lontje heb. Eerst, maar ik merkte net in het zwembad dat echt de opvang van de gesprekken op van mensen en denk ik. Gelukkig staat morgen weer in het kader van positiviteit. Met een negatie zou ik hebben. Met een rotatie. Oh ja. En een bordpunt af. Nee. Nou, hij dacht dat het een wc was. Voor hem geen helweek. Yay, we gaan naar bed. We kunnen eindelijk ons bed weer opzoeken. Het is nu 9:00. Dus we snel naar huis. We zijn precies 40 uur wakker. We zijn nu precies 40 uur wakker. Yes, we gaan slapen. Ik ben echt zo moe. Zo kapot. Wat een hel. Good night. High five! Bam! We gaan het doen!